Jawel dames en heren, welkom bij Tisco's Games Journaal. Laten we gelijk beginnen met het grote Nintendo nieuws van deze week, namelijk de release date van Yoshi. Het bizarre is, ik heb de game 2 jaar geleden al gespeeld en ik snap gewoon niet waarom het nou zo lang duurt voordat de game uitkomt. Maar we hebben nu de release date, hij komt in maart en samen met de release date kwam er ook een leuke story trailer. En daarin kunnen we zien dat Kamek en Baby Bowser van alles aan het stelen zijn en dat kunnen de Yoshi's niet accepteren natuurlijk. Dus super vet dat dat in die trailer zat. En wat er ook nog in de trailer zat op het einde, zie je een soort van dat ze vliegen over een wereld heen. En ik heb het gevoel dat we daar de eerste overview van de wereld zien. Dus we kunnen een beetje gaan gokken wat voor landjes, wat voor wereldjes we gaan tegenkomen. Maar er was natuurlijk meer Nintendo nieuws. Zo is er ook een release date van de Kirby game, Kirby's Epic Yarn, voor de 3DS. Die komt ook uit in maart. En ik moet zeggen, het ziet er gewoon super cute uit. Ik hou van Kirby games en deze ga ik ook zeker spelen. Gaan we over naar het volgende nieuwtje. Er komt er namelijk weer een game naar de Switch en deze keer is het Dragon's Dogma. Ik moet zeggen, ik ken de game niet heel goed. Maar als ik een beetje snel op internet kijk, zie ik dat het best een geprezen game is. Dus ik ben super enthousiast dat dit naar de Switch komt. Ik bedoel, laat alles maar naar de Switch toe komen. Maar nu eerst dus Dragon's Dogma. Gaan we over naar het volgende nieuwtje. De maker van Bravely Default, dat is een spin-off serie van Final Fantasy. Je had games op de 3DS. En ze hebben ook meegewerkt aan Project Octopath Traveler. Heeft op Twitter het volgende plaatje gezet. En wat kunnen we hieruit halen, dames en heren? Jawel, volgens mij komt er een nieuwe game. Hopelijk in het Bravely Default Universe. Ik zou ook down zijn met een HD remake van de 3DS delen op de Switch. Wat het precies gaat zijn, ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval echt super veel zin in. Gaan we over naar het laatste nieuwtje, namelijk Resident Evil 2. Er is nu een demo te downloaden op de PS4. Als het goed is, ook op de Xbox One. Ik ben groot fan van de Resident Evil serie. Heel erg benieuwd wat ze gedaan hebben met deze Resident Evil 2 remake. En ja, we kunnen nu gewoon zelf een stukje spelen. Dus als je nog twijfelt om die game te halen, ga zeker die demo checken. Dan gaan we nu over naar de grootste releases voor mij deze week. Ja, we kunnen het natuurlijk, we kunnen er niet omheen gaan. Nieuw Super Mario Bros. U Deluxe is eindelijk uit op de Nintendo Switch. Ik moet zeggen, op de Wii U heb ik hem ook gespeeld. Het is een hele vermakelijke 2D Mario. Dus ik zou zeggen, mocht je het geld hebben, mocht je de interesse hebben, ga die game zeker even checken. Maar er is natuurlijk nog een andere grote release, namelijk Tales of Vesperia. De game kwam oorspronkelijk uit op de Xbox 360, maar hij komt er nu ook voor de PS4, Xbox One en jawel de Nintendo Switch. We hebben er weer een lekkere RPG bij. Dus je kan er eigenlijk van uitgaan dat ik dat de komende weken gewoon non-stop ga spelen. En dan de laatste release van de week die ik jullie toch even wou meegeven. Outrun staat nu in de e-shop, dames en heren. Outrun is een oldschool game van Sega en het is echt een van de beste races die ik ooit gespeeld heb. Vroeger kon je dit in een arcade spelen. Dus super tof om het nu gewoon op je console te kunnen spelen. En geloof me, het is echt een aanrader. Hij is maar 7 euro. Ga die shit checken. En over shit checken gesproken, weet zeker dat je de game aankopen checkt die ik vorige week online heb gezet. En dan voor nu ga ik er weer een eind aan maken. Dames en heren, dankjewel voor je tijd. Later.